Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaats, opgenomen op 10 juli. Het wordt vandaag een zomerse dag met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 24 tot 28 graden. Er zijn wel wolkenvelden aanwezig, maar de zon die breekt vaak genoeg door. Vanochtend is het zo'n 20 tot 21 graden en staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op naar zo'n 25 tot 28 graden. In de loop van de middag kunnen er wel een paar onweersbuien tot ontwikkeling komen. Dat is met name in het oosten en noordoosten. Ook voor de avond is dat het geval. Lokaal kan een onweersbui vallen, maar op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. Ook vanavond blijft het nog bijzonder zacht. Later vanavond kunnen er vanuit het westen nog wel een paar buien gaan komen. Morgen zijn de zonnige periode, wolkenvelden ook, maar er vallen ook een aantal buien. En de temperatuur ligt tussen de 20 en de 22 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, die rond de Wadden zelfs af en toe hard kan zijn, windkracht 7. En de dagen erna blijft het ook wisselvallig weer, met iedere dag wel een paar buien. Verder daalt het kwik naar zo'n 18 tot 20 graden. Vooral op woensdag is er ook kans op onweer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.